Wat zijn jullie aan het doen? Ja. Kijk maar. Vertel het we eens. Maken een ei. Het is een eggbot. Ja. Deze hebben we gemaakt. Dat is Nam Nori. Als je het wil weten, het is Iron Man. Iron Man. Is het? En je hebt dit dus gekocht? En zelf in elkaar gezet. Je kan er een auto van maken. Je kunt er ook even tekenen dat je op vel papier tekenen. Oh, dat is ook cool. Oh. Je kunt een auto maken die tekent. Nou, dit is dus wat je nu hebt. Maar je kunt ook op de muur kun je het hangen. Gaan we nog meer uitzien. Heel leuk, laat eens zien. Hoe begint dit? En je moet een plaatje uitkiezen in het programma. Je kiest een plaatje uit in het programma. Even kijken, wat hebben we allemaal? Ik ga nu dat ei er dan opzetten. Ja, laat eens zien. Nee, je moet hier aan. Hier, dit kan je aan draaien of trekken. Oké. Okay. Nou, ik moet dat dus trekken. Ah, nee. Maar hij was toch nog omhoog? En als hij klein is, dan gaat hij omhoog. Oh nee, hij was niet omhoog. Goed. Dan jij me even vast. Oh, kijk. Ik ga iets maken. Wat ga je maken, papa? Dit moet echt een piep. Nee, laat maar. Oh, hij draait niet meer. Nee, dat komt door dat bandje. Door het bandje. Het bandje is eigenlijk te los. De drijfriem op hoe zal het doen. Ja, dat zei ik net ook al, maar... Hij moet aan de andere kant. Maar waarom zetten jullie er dan gewoon een wieltje bij? Dan is hij wat strakker of het wieltje op een iets andere plek. Jij had hem zo heel cool neergezet, maar ik weet niet hoe dat moest. Dus ik had hem er net maar tussen weer gedaan. Als je het wieltje op een andere plek zit, is het trommelje. Wow! Ja. Nee, het lijkt ergens op. Wow, waar lijkt het dan op? Op een poppetje. Maar ik wil ook een kunstei, dat is echt van die mooie dingetjes. Wacht even. Ja, nu komt het hoor, nu komt het. Ja, maar je moet hem echt heel lang instellen en heb je uiteindelijk 5 eieren voor niks gedaan. Nou, wat maakt het uit? Het is toch leuk? En wat is dit wat ertussen zit eigenlijk? Dit is elektronica. Oh, dat is elektronica. Dit is een Arduino. Oh, oké. Een microprocessor. Ja. Microcontroller, oké. Dit zijn dus de drivers voor de motoren, deze twee. Wauw, die sturen hem aan. Die sturen die grote, dit zijn motoren. Dat zijn de motoren, oh, oké. Stapmotoren. En dit is om de pen op te meten. Dit is om de pen op te meten?